Horecaondernemer Laurens Meijer heeft belangstelling voor de overname van de cafés De Drie Gezusters in Breda en Tilburg. Vorige week werden de zaken nog gesloten door de nieuwe eigenaar InBev. De cafés zouden niet levensvatbaar zijn vanwege de torenhoge schulden die de in juni overleden exploitant Sjoerd Kooistra achterliet. Meijer wil het pand in Breda wel flink veranderen. De zaak kan volgens hem gehalveerd worden en de bovenverdieping kan als woning verhuurd worden. Meijer benadrukt geen belangstelling te hebben voor De Drie Gezusters in Den Bosch.